Beeld in beeld en keyframes. Met behulp van keyframes en de eigenschappen editor kunt u natuurlijk beeld in beeld clips kortweg BIP maken. Maar Pinnacle Studio Ultimate beschikt over een veel eenvoudige methode om beeld in beeld clips toe te passen. Niet alleen is het makkelijker om een beeld in beeld compositie te maken, maar het gaat ook veel sneller. U kunt BIP op alle beeldmedia toepassen die u op de tijdlijn kunt plaatsen. Ik heb een aantal clips die ik ga gebruiken voor de achtergrond al op de tijdlijn geplaatst. Ik zorg ervoor dat er voldoende sporen boven het achtergrondvideospoor beschikbaar zijn voor de bip Vervolgens voeg ik een clip toe op de tijdlijn in het spoor boven het achtergrondvideospoor. Het is mogelijk om meerdere clips in de sporen boven de achtergrond te plaatsen. Rechts onder het previewvenster. Achter de tekst BIP staan twee knoppen voor het schalen of bijsnijden van een clip. Ik ga nu het formaat van de clip in de bovenliggende spoor aanpassen. Bovendien kunnen de aangepaste clips worden geroteerd of en verplaatst. Eerst gaan we de clip op de juiste grootte instellen. Selecteer de clip in het bovenste spoor. Om de clipgrootte te wijzigen, klik ik op de knop Schaalmodus. Er verschijnen handvatten met een oranje gekleurd kader. De handvatten verplaats ik totdat de clip ongeveer is verkleind tot een kwart van zijn oorspronkelijke grootte. Het resultaat van de aanpassing wordt direct zichtbaar in het previewvenster. Bovenaan het oranje kader bevindt zich een rotatiehandvat. Met dit rotatiehandvat kunt u de clip roteren. Daarbij verschuif ik de muis met ingedrukt knop naar links of naar rechts. Om de clip weer in de juiste positie te plaatsen, klik ik op de knop Editor boven het bibliotheekvenster. Ik voer bij de optie Rotatie in het invoerveld de waarde 0 in. De clip wordt nu weer horizontaal geplaatst. Om de clip horizontaal te plaatsen kan ik ook tweemaal op de tekst Rotatie onder de optie klikken. De clip wordt vervolgens naar rechtsboven in het venster verplaatst. Een andere methode is de bijsnijdmodus. Hierbij wordt de clip bijgesneden. Als ik op de knop bijsnijdmodus klik, verschijnen er op de hoeken en aan de zijkanten oranje bijsnijdgrepen. Ik verplaats een greep en vervolgens wordt vanaf dat punt het beeld bijgesneden tot de gewenste uitsnede. En zo staat de clip uit het bovenliggende spoor bijgesneden rechtsboven in beeld. Bij de beeld-in-beeld beeld functie kunnen keyframes worden gebruikt om de bewegingen vloeiender te laten verlopen. Keyframes zijn markeringspunten die de waarde aangeven van de eigenschappen van de BIP op een specifieke plaats in de clip op de tijdlijn. Hierbij zullen de wijzigingen in die clip geleidelijk worden aangepast naar de nieuwe waarde. Dus dan zal de clip van zijn oorspronkelijke grootte worden verkleind en naar de gewenste positie in het beeld van de onderliggende clip worden verplaatst. Ik selecteer de clip die aangepast moet worden tot een beeld- in beeldweergave. Ik klik vervolgens op de knop Editor boven de bibliotheek. Vervolgens verplaats ik de tijdlijn-indicator ongeveer 1 seconde vanaf het begin naar rechts. Nu klik ik op de knop Schaalmodus. Vervolgens klik ik op de keyframe-knoppen bij de optie Positie en de Grootte. Er worden nieuwe keyframes op de positie van de tijdlijnindicator in de tijdlijn geplaatst. De tijdlijnindicator wordt nu weer 1 seconde verder naar rechts verplaatst. Klik op de keyframe knoppen bij de optie positie en grootte. Ik plaats nu ook een keyframe bij de breedte en kleur van de optie rand. De breedte stel ik in op 3. En de kleur die wijzig ik in wit. Ik verklein de clip tot ongeveer een kwart van het scherm. Vervolgens sleep ik de verkleinde clip naar de positie linksonder. Ik verplaats de tijdlijnindicator nu ongeveer anderhalve seconde naar rechts. Achter de optie positie voer ik de waarde 0 in achter horizontaal en verticaal. Hierdoor wordt de clip exact in het midden van het beeld geplaatst. U ziet dat er nu slechts twee keyframes in de tijdlijn worden geplaatst. Ik klik nu ook even op de keyframe achter het horizontaal onder de optie grootte. Hiermee zorg ik ervoor dat de grootte van de clip behouden blijft. In dit laatste stukje wil ik de verkleinde clip weer instellen naar zijn oorspronkelijke grootte, dus beeldvullend. Ik verplaats de tijdlijnindicator tot 1 seconde voor het einde van de tijdlijn. Het enige wat ik nu hoef te doen is de op de opties horizontaal en verticaal onder de optie grootte te dubbelklikken. Daardoor worden de waarden weer teruggesteld op hun oorspronkelijke waarde, in dit geval 100. Ten slotte deselecteer ik de knop schaalmodus. En ik speel hem de clip af. Dit is het resultaat met de nieuwe instellingen.